Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden en hier wordt steeds meer aandacht aan gegeven. In de gezondheidszorg zijn er echter nog veel meer mogelijkheden om hier beter op in te spelen. Er wordt veelal behandeld vanuit één bepaalde medische discipline, terwijl er bij veel mensen verschillende problemen tegelijkertijd spelen. Als die niet in samenhang worden bekeken en behandeld, betekent dit vaak dat aan het einde van de behandeling het probleem nog steeds niet is opgelost. Met als gevolg langdurige opeenvolgende behandelingen zonder het gewenste resultaat. Bij kliniek Kop en Lijf hebben ze hier een oplossing voor gevonden. Patiënten die zowel lichamelijk als psychische klachten hebben, die zijn al moedeloos geworden van de vele behandelingen die ze hebben gehad. En als je moedeloos wordt, neem je afstand van de maatschappij. Als de patiënten een behandeling nodig hebben, dan zullen ze een lichamelijke en een psychische behandeling tegelijk nodig hebben. En dat willen we doen in korte 6 of 12 weken trajecten. En dan zie je dat patiënten in zo'n periode van 3 maanden, dan herstellen ze weer. Via mijn huisarts ben ik bij de kliniek gekomen. En de kliniek hebben voor mij een team samengesteld van fysiotherapeuten, manueeltherapeuten en een psycholoog. In combinatie met een zeer intensieve trainingsprogramma, fysiotrainingsprogramma, heb ik binnen 10 weken mijn eigen persoonlijke doelstelling kunnen bereiken. De kliniek heeft mij geleerd om te gaan met mijn kwaliteiten. In het verleden heb ik 2 keer een burn-out gehad. Ik heb 15 jaar hyperventilatie en ook nog met de reden waar ik al continu aan het zoeken ben geweest, waarom. Als een patiënt complexe klachten heeft, dan moet de behandeling ook complex zijn. Lichamelijk en geestelijk. Dat wil zeggen dus dat je een heel team van specialisten nodig hebt, zowel als op lichamelijk als op psychisch gebied. Dat team moet dus elke week bij elkaar komen. Die snijdt de behandeling precies voor de patiënt en zorgt dat de voortgang gegarandeerd wordt. Zo'n complexe behandeling met meerdere medische specialisten is voor de patiënt heel erg fijn, want die geneest. Anderzijds is het voor de specialisten heel erg inspirerend om succes te behalen met hele moeilijke patiënten. Enfin, je bent een hele tijd geleden hier geweest. Ja. Dit is in het kader van een nazorg. Ja. Vertel even, hoe is het met je? Het gaat geweldig eigenlijk. Het gaat helemaal naar wens. Ja? Ja, op mijn werk gaat het lekker. Thuis gaat het fijn. Ik wil maar één ding. Dat is mezelf zijn. Deze kliniek heeft me geleerd dat de geest en lichaam één is. Samen met mijn oude team heb ik ervoor gekozen om nog altijd die nazorg te krijgen. Ik sport 3 keer per week bij de kliniek met oude patiënten. En alle patiënten zijn weer actief in de maatschappij. Wil je weer jezelf zijn? Lekker kunnen lachen? Thuis weer die papa zijn? Neem dan die stap en trek gewoon aan de bel.